Volgens mij zie ik wat. Zie je de haven al? De hele haven staat vandaag erbij, of niet? Zo'n bootje. Een soort sloep. Een hele boot van de boeren. Nee. Zusters van het Rode Kruis, of niet? Zorg voor ook boeders. Nee, het zijn gewoon burgers. Ze hebben trommels en spandoeken. Ze hebben niks op die verrekte mist. Hoor je dat? Wat? Wees even stil allemaal. Klinkt als een fanfare. Het is geen fanfare. Pas op! Hi, man. Wie? Ja, Vic. Noem ze die hier. Kok aan boord rookt dus ook. Hij heeft zich gered. Matthias. Johan. Kom uit Haarlem. Arsen. Noord-Limburg. Doe maar. Flink gevochten daar. Veel nazi's in die regio. Naam? Johannes Leonard Maria de Vries, meneer. Nummer een onderdeel? T-brigade, 4e regiment Driebergen. Geboortedatum? 6 juli 1926. Ga naar Semmera, televisie. Tropenoutfit, lange broek, 1 korte broek, 1 overhemd met korte mouwen. Handtekening hier alsjeblieft. En standaard SMLE rifle. Eén tropenhandboek, goed doorlezen, elke letter kennen. Verkleint de kans op een vroeg enkeltje naar huis in een houten pak. Volgende. En? Hey. Semmerang. Ik ook. Het schijnt een rustige plek te zijn. Ja? Het is maar niet te rustig is. Die gooi de broeken niet in, hè, jongens. Semmerang, toch? Ja. Er zit een mannetje die voor een pak sigaretten veel lange broek 2 korte maakte. Geloof mij, dat wil je wel hier. Hoe weet je dat? Mijn broer is met de eerste lichting meegegaan. Zit hier nu al 10 weken. Mijn naam is majoor Penders. En namens Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Wilhelmina wil ik u welkom heten in Indië.